en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een hele bijzondere gast interviewen, dus laten we maar snel beginnen. Nou, dan beginnen we maar met de eerste vraag. Wat is je naam? Ik ben Sam. En weet je ook waarom je ouders je Sam hebben genoemd? Nou, ze vonden Sam een hele stoere naam en daarom hebben ze me Sam genoemd. Oké, en dan gaan we naar de tweede vraag. Hoe oud ben je? Ik ben 10 jaar. Oké, en wat zijn je hobby's? Mijn hobby's zijn koken, paardrijden en zingen. Wat zou je het leukst vinden? Om te doen? Paardrijden vind ik wel toch echt wel het leukst. Oké. Nou, heb je ook een lievelingspaard? Ja, ik heb er 2. Stef, dat is een halflinger. En Silka, dat is een nieuw forestpony. Oké, dan gaan we naar de volgende vraag. Wat is je lievelingseten? Mijn lievelingseten is sushi. En wat vind je zo lekker aan sushi? Wat is je lievelingseten van sushi? Ik vind de surimi heel lekker en komkommer en avocado. Ik vind eigenlijk alle sushi wel lekker, behalve tonijn. Maar wat ik zo lekker aan sushi vind, ik vind het best... Ja, het is koud eten, maar meestal vind ik dat niet zo lekker in de avond. Maar sushi, dat maakt het juist heel lekker. Dus ja, het geeft zo'n lekker Japans tintje. Oké, dan gaan we naar de laatste vraag. Wat is je lievelingsaflevering? Mijn lievelings tv-programma is... Brugklas. Wat vind je zo leuk aan Brugklas dan? Nou, het zijn dus brugpiepers en die zitten dus net in de brugklas. En ik vind het best wel leuk om te zien wat er dan allemaal gebeurt. Kijk, het is natuurlijk allemaal nep, maar toch wel is het toch wel grappig om te zien wat ze allemaal meemaken in de brugklas. Oké, nou, tot de volgende keer. Doei!